In dit filmpje gaan we de buigtrekwapening berekenen van een ligger op drie steunpunten. We hebben een overspanning van 6 meter en een van 4 meter en de belasting is 30 kN per meter. De inwendige kraswerking is gegeven in de DNM-lijn en op basis hiervan gaan we de wapening berekenen. We gaan uit van een betonbalk van 400 mm breed en 600 mm hoog en voor de dekking C houden we aan 40 mm. De diameter van de beugel waar we van uitgaan in eerste instantie en de beugel zelf, die gaan we nog later berekenen, is 8 mm. De diameter van de hoofdwapening gaan we in eerste instantie uit van 12 mm. De nuttige hoogte D is de hoogte minder dekking minder diameter van de beugel min de halve diameter. Van de hoofdwapening. En als we dat invullen, vinden we 546 mm. Als we kijken naar het buigspanningsfiguur aan de rechterkant van de betondoorsnede, dan zien we dat we aan de onderzijde een trekkracht hebben en trek in het staal, en aan de bovenzijde hebben we een drukkracht en D. Die twee krachten zijn even groot. Want er is inwendig evenwicht. En ze zijn tegengesteld van richting. Dat betekent dat ze samen een koppel vormen, een moment. Dus als we weten hoe groot nd en nt zijn, kunnen we het moment in de balk berekenen. En er blijkt dat de afstand tussen de twee krachten ongeveer 0,9 keer de nuttige hoogte d is. Dat betekent dat we het moment kunnen schrijven als m is de trekkracht of de drukkracht maar de trekkracht is makkelijker om mee te rekenen keer de afstand tussen trek en druk keer 0,9 d. De trekkracht in het staal is de oppervlakte van het doorsnede van het staal as keer de rekenwaarde van de vloeispanning keer 0,9 d. Voor FID houden we een rekenwaarde aan van 435 Newton per vierkante millimeter. Als we die formule omschrijven dan kunnen we ook zeggen AS is M gedeeld door FID keer 0,9 d. Als we het moment weten dan spreken we van MEd. Dat is het moment als gevolg van de belastingen. Die hebben we uitgerekend. Die is 105 kilonewtonmeter. Dus de AS die we nodig hebben, de hoeveelheid wapening, kunnen we uitrekenen. Dat is 105 keer 10 tot de macht 6. Want we rekenen in newtons en millimeters en het moment is in kilonewtonmeter. Er zit een factor 10 tot de macht 6 tussen. Gedeeld door 435. Gedeeld door 0,9. En gedeeld door 546. En als we dat uitrekenen, komen we uit op 492 vierkante millimeter. Dus dat is de hoeveelheid wapening die we nodig hebben om dat moment, om die trekkracht. Te kunnen opnemen. Nou, als we kijken naar een staaf rond 12 en we kijken naar de oppervlakte van de doorsnede. Dus de oppervlakte van de doorsnede is 1 vierde pi d kwadraat is 113 vierkante millimeter. Dat betekent dat we 5 staven rond 12 nodig hebben: 5 rond 12 en dat ik bij elkaar 500. 65 vierkante millimeter. We zouden ook 3 rond 16 kunnen toepassen. En als we 3 rond 16 toepassen, dan vinden we 603 vierkante millimeter. Nou, dat is ook genoeg. Alleen bij 3 staven rond 16 kunnen we niet 1 staaf laten vervallen op het moment dat het moment lager wordt. Omdat we minder wapening nodig hebben. Bij 5 staven rond 12 kunnen we zeggen, we nemen 3 staven rond 12 als basiswapening. En we leggen extra staven bij op de plek waar we een groot moment hebben. Als we de formule om gaan bouwen, en we gaan kijken wat het moment is wat opgenomen kan worden door de balk bij 312, dan vullen we de formule in. M is AS is 339, dus 3 keer 113 keer de maximale spanning die het staal kan opnemen, keer 0,9 keer 546, keer 10 tot de macht min 6, want nu gaan we weer terug naar kilonewtonmeter, en dan vinden we 72,5 kilonewtonmeter. Nou, als we in de momentenlijn even een stippenlijn tekenen bij 72,5 kilonewtonmeter, dan zien we het volgende, en dan zien we dus dat bij het veldmoment de capaciteit iets te laag is, 72,5, en we hebben 87,6 nodig. En bij het steunpuntmoment is het zeker te laag. Dat betekent dus dat we bij het veldmoment onder in de balk kunnen we één staaf extra bijleggen, en dan voldoen we aan de mom nodige momentcapaciteit. En boven het steunpunt leggen we twee. Staven rond 12 bij. Dus dat betekent dat we aan de bovenzijde bij het steunpunt passen we 5 rond 12 toe. Aan de onderzijde bij het veld passen we 4 rond 12 toe. En voor de rest van de balk hebben we voldoende aan 3 rond 12. En daarmee hebben we dus de wapening berekend die nodig is om het moment te kunnen opnemen.